Cambuur bij Omroep Leo wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma Koffie, Thee en Apparatuur en Balans, onafhankelijke financiële dienstverlening. Trotse supporters van Sportclub Cambuur. Trainer René Haken, mag ik u feliciteren met een punt? Ja, dat mag. Want zo voelt het na afloop, denk ik. Ja, zeker als je kort voor tijd nog 2-0 achter staat en eigenlijk wel de intentie hebt om nog een goal te maken, maar we eigenlijk geen stootkracht hadden om er eigenlijk wel kansen te creëren. En als je dan toch zo binnenvalt vlak voor tijd, dan zie je toch nog geloof in de ploeg om nog meer eruit te halen. En ja, ik vind wel dat we tot einde zijn blijven spelen om een goal te maken, om toch nog de 2-1 te maken. Dat lukt dan gelukkig nog, 3 minuten voor tijd. Ja, en dan word je uiteindelijk wel voor de wissels en ook voor de vechtlust worden wel beloond. Ja, wat zegt dat over een ploeg, dat je in zo'n wedstrijd eigenlijk toch nog een gelijkspel eruit sleept? Nou ja, dat zegt ook wat ik vorige week eigenlijk zei, dat we wel een ploeg hebben die voor elkaar wil knokken en voor elkaar wil vechten. En daar heb je ook gezien, er was wel even een goal voor nodig, moet ik zeggen, de 2-1, om dat geloof er helemaal in te krijgen. Maar dat hebben ze dan ook goed gedaan. Ja. Het zijn dan ook de wissels die eigenlijk de wedstrijd openbreken, hè? Ja, de wissels en Bende was geen wissel. Nee, dat is waar. De reus uit Leeuwarden. Ja, in dit geval ook de reus. Maar Isa die deed uitstekend met een goede diepteloopactie. En Matthias Schilsen die schat de loopactie op waarde in. Ja, dan met een gelukje, eigen goal wordt dan 2-1. Ja, en dan is het alles of niks. En het werd gelukkig voor ons nog een punt. Kun je dan ook nog verder kijken dan de 2-2, zeg maar, qua spel? Oh ja, dat kan ik zeker. En dat moet ook. Maar uiteindelijk is het wel eerst even genieten van dit gewonnen punt. Hè, want dat is het wel. Maar we kunnen nog veel zeggen. En vooral over de eerste helft. Hè, dat wij heel veel mogelijkheden hebben laten liggen om goed te kunnen voetballen. De mogelijkheden waren er. Maar we hebben door ons slecht positioneren. Vooral in het midden van het veld. Slechte keuzes aan de bal. En wij gewoon niet eruit gehaald wat erin zat. Ondanks dat hebben we denk ik toch één grote kans bal op de paal. En een moment van Tyron Conrad die de bal voorlangs op Kevin Kippersluis wil spelen. En we toch twee goede mogelijkheden gehad. En ja, eigenlijk de enige echt grote kans voor NEC was een schot op goal en de rebound. Ja, want wij zeiden langs de kant ook van NEC is wel dreigend, maar op zich staat het wel goed. Ik had het idee van het had ook zomaar 0-0 kunnen worden. Dat had het moeten worden. Maar goed, dat werd het niet. Dus dan koop je niet zoveel voor. Maar dan heb je gelijk. Ik bedoel, NEC wel veel meer de bal. Maar echt grote kansen hebben ze niet gehad. Ik denk 1 voor de rust. En de goal. En dat is dan wel zuur als je hem op slag van rust tegenkrijgt. Maar de conclusie hiermee kunnen we verder. Ja, nou ja, zeker. Maar goed, er valt nog genoeg op te merken. Want ik vind ook dat je wel groot verschil kon zien tussen onze ploeg en NEC. NEC dat veel volwassener is en oogt. En dat doe ik ook voornamelijk op duels, tweede ballen, balvastheid, gebruiken van het lichaam. Ja, dan zie je dat wij nog heel veel te winnen hebben. Maar dat is een mooie uitdaging om met deze ploeg, die heel gretig is om beter te worden, om dat erin te krijgen. Maar goed, soms kun je ook dingen niet van de een op andere dag voor elkaar krijgen. Want bij NEC lopen ook een aantal jongens in die zijn richting eind 20. En dat helpt ook altijd hè, als je wat ouder bent.